Henk, daar zitten we weer. Tweede gesprek. Ik heb je een week of twee teruggesproken. En toen hebben we gesproken over de jongensjaren van Henk Dijkslag. Je hebt verteld, geboren aan de Kanaaldijk. Klein boerenbedrijfje, je vader. Arm gezin. Politiek bewust gezin. Het ging over je jongensjaren. Je was in 28 geboren. En dit keer gaan we het over de puber in oorlogstijd hebben. Wat je ook een klein boekje over hebt geschreven. Ja. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is van... Wanneer ging voor jullie gezin, voor je vader, je moeder... Maar jij zei ook, ik was ook al best politiek bewust in die tijd. Wanneer kwamen voor jullie de eerste signalen dat het wel eens fout zou kunnen gaan met Duitsland, in Duitsland? Kun je daar wat over vertellen? In de 30e jaren. 39, 38. Mijn vader die ontving nogal wat correspondentie uit Duitsland en zo. Dat werd hem toegestuurd. En hij wist dus al prima dat dus door Joden vervolgd worden. Dat de communisten waren al opgepakt. De socialisten waren ze mee bezig. En als die opgeruimd waren, dan kwamen de Joden aan de beurt. Mm-hmm. Dat was dus bij ons bekend. Bij ons was het toch geen vraag of het zou gebeuren dat ze binnen wilden, maar wanneer ze het zouden doen. Dat ze kwamen, wisten we zeker. Ja. Niemand in de buurt geloofde dat, want de vorige keer was het ook niet gebeurd. 1418, dat gebeurde nooit niet, want Nederland had gezegd dat ze neutraal bleven. Maar mijn vader zei, dat doet ze niet. Ze komt wel. En ze vervolgde ons. Hoe kreeg hij correspondentie? Had hij contact met partijleden daar van de SPD? Hij ontving dat via, omdat er dus ook in bestuur zat en zo. Mm-hmm. Wonen dus door de partij wonen nog stukken rondgestuurd naar de leden toe. En die kreeg mijn vader dus ook. En je zei de socialisten, de communisten, die waren al opgepakt. Gingen die toen al naar concentratiekampen? Ja. Communisten zaten al in de concentratiekampen. Socialisten waren ze mee bezig. Nou, en Joden waren al op de vlucht, want die waren al wel vervolgd. Je had de Kristallnacht al gehad. Ja, maar die ging nog niet direct in een concentratiekamp, maar die waren wel vervolgd. Ja. Dus daar kon je de klok op liggen zetten dat die dus dan aan het beurten waren. Dus, wie wist het? Hadden jullie ook al te maken met gevluchte Duitse Joden die in Nederland kwamen, al voor de oorlog? Nee, dat doorlezen we wel over in het Volksblad, want toen stond dat natuurlijk allemaal in. Ja. Ik bedoel, dat was dus voor een groot gedeelte door aan de wijd, wat er met de Joden gebeurde. Maar in een plaats in zoals Heerde gebeurde dat natuurlijk niet, hij dus geen gevluchte Joden. Ja. Er waren al van oorsprong al weinig Joden, dus in die plaatsjes hier. Dus een stuk of 6-7 of zo. Dus dat kwam hier niet voor. Maar we wisten het wel. Dat dus het je las erover. Ja, we werden niet geloofd. Hij werd niet geloofd. Nee. En we wisten ook wel dat dus de rijke Joden binnenlopen waren en de arme Joden weer teruggestuurd waren. Ja. Dat gebeurde toen ook. Want we deden wel, of we dus erg barmhartig waren en dat we dus de Joden hier opvingen. We gingen alleen de Joden op, waar we economisch waren aan. Mm-hmm. Maar de Joden wou niks aan die ons geld kosten. Die wonen bij de grens weer hun bestuur. Ja, ik heb daar wel vaker over gehoord, dat heel moeilijk is geweest. Ja, ja. En dat wisten ze, dat die dus een wisten doen. Ja, iedereen zei, ja nee, maar die wordt niet vermoord. Die wordt niet vermoord, zijn ze. Dat die kan wel weten dat ze in een gevangenis komt. Of dat ze moeten werken in een werkkamp, maar die wordt niet vermoord. Hmm. Dat doet ze niet hoor in Duitsland. Nou, dat deden ze dus wel. Werd daar bij jullie thuis aan de keukentafel over gesproken, over deze ontwikkelingen? Ja. En hoe gingen die gesprekken? Was dat al echt van, wat gaan wij doen? Hoe gaan wij ons voorbereiden? Of nee. Was het toch verder weg? Nee, het was niet verder weg. Maar er waren ook geen voorbereidingen treffen. Nee, er waren geen voorbereidingen treffen. Het waren gewoon afwachten. En als het dan zo ver was,
Ik denk dat dat hier dus ook een bed in de gang van zaken is. Ze wacht af tot dat zover is. Mm-hmm. En als het dan zover is, dan zegt ze, nou, dan moet er dat en dat gebeuren. En dan gaat ze dat doen. Dat gebeurde dus nu ook. Toen de Duitsers hier binnenvielen, toen... Wat herinner je je daarvan? Hoe werd het je duidelijk? Hoe werd het bekend? S'nachts. 10 mei s'nachts. Hoorden jullie vliegtuigen? Wat? Honderden. Honderden. En ik hoorde dus de hele nacht mijn vader en moeder met elkaar praten. En s'mans en mijn vader was er al een paar keer uit de wes, uit bedden. Was aan de buiten kijken geweest. Nou, en toen s'mans, toen het licht won. Ja, toen stond de hele buurt bij ons op de kanaal, de natuur. Ja. En er kwamen ze dus over. Honderden vliegtuigen. Ja, die Messerschmitts, een hele grote groep kwamen ze. Die gingen naar het westen toe, daar ging de boel bombarderen en zo. En wisten jullie toen al dat er gebombardeerd werd? Nee, dat wisten we toen nog niet. Maar die hadden dus ook je radio. Ik bedoel, men rekende dat de communicatie toen, die was er als er niet. Want er was maar een enkele die een radio had. Nou, en er was als er geen telefoon. Ik bedoel, de communicatie die er nu is, die bestond helemaal niet. Dat wisten we niet dat het ooit zo kon. Ja. Nou ja, daarom ben ik ook zo benieuwd van, je ziet al die honderden vliegtuigen, je denkt, nou, dit is niet goed. Dit is... Maar wat is dan het volgende wat tot jullie doordringt of welke informatie jullie krijgen? Nou, toen kwam meester Blok en toen kwam de directeur van de coöperatie en die kwam zeggen dat we moesten evacueren. Wie moest evacueren? Nee, de hele buurt. Alles is geëvacueerd geweest. Dat weet ik. Vertel. Ja. Broek en zo ook is allemaal geëvacueerd geweest. Waarom werden jullie geëvacueerd? Wat werd er verwacht? Dat was een gevechtszone. Dat lag in de gevechtszone. Rondom het kanaal, dat lag een gevechtszone. Dat was helemaal geregeld. We wisten, we hadden dus ook een gezin waar we heen gingen. Maar na de evacuatie, daar gingen we regelrecht naartoe. Dus dat was wel voorbereid? Dat allemaal. Was voorbereid, ja. Dat had het gemeentehuis gedaan of ja, de provincie? Ja, vanuit de gemeente kwam dat allemaal gedaan. Dat was de Rijksoverheid, die had dat allemaal geregeld. Dat was in heel Nederland geregeld. En dat was bij ons ook geregeld. We zaten dus door in een gevechtszone. En is dat omdat je dan met de IJssel te maken hebt? De IJssel en het kanaal. Dat gebruikte tussen. Dat was eigenlijk, hadden ze gepland van daar proberen we te vechten, ze tegen te houden? Ja, ze dachten, de Duitsers die komt door vandaan. Dus de IJssel was de eerste gevecht en ja. Dan kwam het kanaal. Als ze doorover waren, ja, dan hadden ze vliegen. Ze waren nog zo naïef, ja, weet je ook. Tijdens die blazende bruggen op over het kanaal, want dan konden die Duitsers er niet over. En dan gingen ze met een vliegtuig. Ja, maar ook, ja, ook tanks. Dan konden ze zo mijn halve kanaal in. Dat was het probleem niet. Dus jullie hoorden 's ochtends de evacuatie gaat plaatsvinden. Ja. En waar gingen jullie naartoe? Nou, we gingen dus een ontzettend eind weg. We gingen weg naar de Vosbergenweg. Nou, dat is een heel eind weg. 2 kilometer het kanaal over, nou niet eens misschien. Er was dus voor de plakken weg, lag een voetbrug over het kanaal. Ja. Die lag toch vroeger. Ja. Dan kwam je op Vosbergen. Ja. Dus we gingen de voetbrug over, we gingen Vosbergen over, en dan ongeveer 300 meter verder, daar gingen we weer wonen. Dat was ons evacuatieadres. En daar trok je in bij een ander gezin? Bij familie. Bij kennissen. Weer bij kennissen in de West. En op Vosbergen woonde daar de familie van Dedem in die nee, tijd? Nee, Vosbergen was toen onbewoond. Oké. En dat was dus toen, allemaal soldaten in. En dat waren dus al Nederlandse soldaten die ze daar gelegerd hadden ja. om te vechten op die gevechtslinie. Ja, dat was dus die linie die was helemaal bemand met soldaten. Dat was kloor. En wie won evacueerd? Ja, wat kon je meenemen? Wat namen jullie mee? Ja, wij konden home. De koeien van Udemarken, smans. Ging naar buiten toe, want het was mei, dus ze deden de koeien naar buiten.
De varkens worden losgelaten in de weien, de kippen worden losgelaten. Er worden klaar voer in de weien gegooid voor de kippen. Nou, en dat was het eigenlijk zo'n beetje. En dan een koffertje of een kruiwagen mee. En dan had mijn moeder had zo'n ouderwetse kinderwagen, zo'n groot met zo'n kappen erop. Ja. Die won volle laad met spullen. En dan ging hij weg, hij wist niet wanneer hij weer kwam. En als hij weg was, een paar uur later ging de brug er de lucht in. Die heeft de Nederlandse regering, de soldaten hebben die bruggen toen opgeblazen, ik aan. Ja. Om daar echt een barrière te bouwen, te maken. Ja. Nou, en iedereen ging weg. Behalve mijn ene buurman. Die ging niet. Die weigerde? Ja, die ging niet. Nou, het was toen nog niet zo dat ze dan dwongen begonnen. Hij dan niet wilde, dan bleef maar. Moet zelf maar weten. Nou, dus die bleef. En toen ze dus naar toen de oorlog afgelopen was, ben ik weer teruggekomen. Want dus het is 5 dagen oorlog geweest? Vier of vijf dagen, ja. Toen kwamen we weer. En toen had de buurman, die had dus alle koeien melken. En die had dus zorg dat ze voer aan. En die had de hele buurt zo'n bed in. Alles in leer mogen. Wat geweldig. Jullie hebben mijn bloemetje gebracht. Ja. Of hoe heb je bedankt? Nee, ze hebben gewoon, dat is mooi. Jan Draaier is erbij, zeggen. Die hebben alle koeien melken. Ja, en daar was het de hele dag druk mee. Ja. Maar die koeien, die kregen natuurlijk spanning op die uier. Nou, en dat melk het gewoon in het land. In de wei? Ja. Is er gevochten? Hier niet, nee. Nee. Dus dat is echt op de Grebbeberg, bij Utrecht, bij Driebergen? Hier is op een gegeven moment, won alles in, want het was ook allemaal nog met Pierre de Waan. Dus het was ook niet gemotoriseerd of zo. Het was allemaal handwerk. Wagens met Pierre de Veur en daar zaten de spullen op. Dus op een gegeven moment won dus het kasteel ontruimd. Toen zijn ze nooit meer zo boe. Als ze nu al weg waren en er is nog niks gebeurd, nu is het meer zo boe. Ja, die soldaten werden teruggetrokken. Ja, dat ging met donders geweld. Ging die de Vosbergen weg of hier op aan, of hier dan. Dus we zijn nu is het gebeurd. En was er dus, is er in de S-bocht, hier bij Heerde. Mm-hmm. Daar ben die eerste slachtoffers van, soldaten. Dus een auto uit de bocht gevlogen. En er waren twee doden. Er waren vrienden van elkaar. En die waren samen in dienst gekomen en die ben toch samen verongelukt. Dat waren de eerste militairen hier die je sneuvelde bent. Die hadden nog geen schotten los, maar toen waren ze al dood, toen waren ze dus al uit de bocht gevlogen. Ja. En dat was natuurlijk een heel gebeuren in zo'n plaats als hier. Dat won een ronde, zegt er waren twee soldaten verongelukt. We hadden nog geen notie van wat er in werkelijkheid gebeurde. Wat wisten we van een oorlog af? Ja. Het was natuurlijk zo naïef als wat om me dus te evacueren van de ene kant van het kanaal naar de andere kant van het kanaal, want er kwam het in wezen op neer. Dat gebeurde er eigenlijk. Ja. En Duitsland had al een leger, dat was wereldgroot, gemotoriseerd tot en met geavanceerde tanks en alles. En dan blazen die dus een brug in op over het kanaal. Ja, alle bruggen waren opgeblazen, maar over de wetering en zo, die waren natuurlijk ook allemaal opgeblazen. Ja. Die waren allemaal opgeblazen. Herinner je die 4-5 dagen, waren jullie bang? Nee. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang geweest. Maar eigenlijk wist je nog helemaal niet wat er je te wachten stond. Mijn vader was wel bang. Alleen, die liet dat nooit merken. Ja. Mijn vader wist wat er ging gebeuren. Ik heb dus de eerste keer geweest dat ik mijn vader, de eerste en enige keer op zo'n bedding, dat ik mijn vader heb zien huilen. We waren daar bij die mensen en die hadden door een kippenhok in staan. En op een gegeven moment stonden we allemaal langs de weg toen die soldaten aan het teruggetrekken waren. Mm-hmm. En op een gegeven moment miste ik mijn vader. Die stond er niet meer. Nou, en ik zo. En toen kwam ik achter de kipmarkt. En er zat mijn vader op een opgekeerde emmer. En die huilde. Ik zei, waar is de Nuna? Hij zei, Henk, wie gaat nu een tijd gemoed
Niemand gelooft me. Niemand heeft me geloofd. En nu gaat het gebeuren. We gaan nu een tijd tegemoet die we nog nooit van zijn leven meemaken. En dat het meest verschrikkelijke zal zijn wat we in ons leven meemaken. En het is maar de vraag of het overleeft. Dus hij was wel bang dat het gebeurde. De tijd was heel anders. Mensen gingen er ook heel anders mee om. Maar op een gegeven moment was het dus afgelopen. Maar al die bruggen waren eraf. Dus ik kon niet terug. Mm-hmm. Wat gebeurde er? De gebroeders Bergman, die hadden grote tonnen en die hadden planken. En die maken van tonnen en planken een vlot. Ze maken touw over het kanaal en bij het vastbergen. En de mensen gingen weer links en rechts kwam weer. Maar dat gebeurde ook al toen de oorlog nog helemaal niet afgelopen was. De derde dag ging mijn vader alweer terug om de kippen te voeren. Ik bedoel, dat was hun beleving van een oorlog. Er gebeurde namelijk ook niks. Ja. Er gebeurde helemaal niks. Er was helemaal geen Duitser te bekennen. Er was niks. Heel vreemd, hè, als je het achteraf zo hoort. Achteraf bekeken, ja. Kun je zo ontzettend naïef of alles gewoon gebeuren. Maar ik denk, hè, dat het om je echt te realiseren in onze tijd van communicatie, dat we, hè, van overal over de wereld in een paar seconden kunnen weten wat er aan de hand is. En als al die communicatiemiddelen er niet zijn. Ja. Er was dus radio, dat was dus een staatsradio, dat was er. Dat was betaalde radio. Dan had je alleen maar een luidspreker. En er zaten twee zenders op. En dat won dus centraal, won dus door heel Nederland won het. Door kwam dus ook op Winkelman, die vertelde dat de oorlog afgelopen was. Door hun wie ook op wat er gebeurde. Nou, een dag of zo kregen we in de gaten. Dat al door nog luisteren, dat we dan wisten wat er gebeurde. Waar kon jij naar die radio luisteren? Waar was dat? Die ene die door een abonnement op had, in de buurt. Daar waren ze hier en daar waanden. En dan neem ik aan dat daar echt een aantal mannen bij elkaar zaten. Misschien ook vrouwen. Maar... Nou ja. Ja. En met elkaar bespraken wat het nieuws was. Ja, ja, die zeiden, het was verschrikkelijk wat er gebeurde. Maar verder kon je niks doen. Op dat moment gebeurde niks. Bij ons gebeurde ook niks. Ogenschijnlijk gebeurde bij ons niks. Toen we dus weer terugkwamen. Toen hebben we dus een heel groot gat gedaan. En toen is alle correspondentie, alles wat er was in huis. Waaruit bleek dat mijn vader lid was van de SDAP, lid was van de NWV. De vakbond. Vakbond. Of andere spullen die hij had, of Duitsland. Die wonen uit het hele huis, door het leste snijpert in toe. Wonen die bij elkaar gebracht. Die won in de gaten gegooid, er won petrolie overgegooid en het won in de brandstruim. Mijn vader maakte zich onmiddellijk onzichtbaar, zoveel mogelijk. Hij bedankte onmiddellijk voor de SDAP, voor de NVV, voor alle organisaties waar hij lid van was. Bedankte onmiddellijk en daar heeft geluk mee gehad. Want toen was ze als lid niet meer te traceren. Want de administratie is voordat de mensen van de vakbond en van de bond en van de SDAP en zo zelfmoorden pleeg hebben, want er hebben er een heleboel zelfmoorden pleeg toe, er waren een hoop Joden mee, die hebben zelfmoorden pleeg, die hebben sowieso geweest dat ze de hele administratie verbrand hebben. Mm-hmm. Dus er was oorstig geen administratie meer te vinden wie er nog lid was. Mijn vader heeft ook de hele oorlog niks vernomen. En dat was heel gek. Ja. Maar hij heeft er altijd rekening mee gehouden dat ze ens nog wel zijn adres omvinden. Hij is nooit thuis gebleven als ze dank van ik moet nu weg. Dan ging hij ook weg. Hij nam nooit risico's. En weggaan betekende dan een paar dagen onderduiken, naar bekenden toe gaan, zorgen dat je niet thuis was. Of een nacht. Er kwam natuurlijk wel communicatie. Hoe ontstond dat? Jullie maar dat gebeurde gewoon van man tot man.
Zoals wij nu bij elkaar zitten, dan zijn ze het heen niet meer nu uitgekeken, want ik heb gehoord dat de razzia komt. De mensen waren wel alert of er ook wat gebeurde. En dat was dus soms zat dat gewoon, mensen reageerden toen ook anders als nu. We hadden bijvoorbeeld, we kregen informatie van iemand die werkte in de kamp van Oldebroek. Die werkte door bij de Duitsers. Die was ook lid van de NSB. En die was getrouwd met een meisje bij ons uit de buurt. Een huis achter ons. Mm-hmm. Maar die werkte ook in de keuken. En aan die groene politie, die dus die razzia's organiseren, die vergaderen door die dag ervoor. En hij hoorde dat. Hij was een streuker. Hij wist overal de weg door in de bos. Er was geen weg in of hij wist het. Dan stappen ze op de fietsen met zijn vrouwen. Dan gingen dus van de kant van Oldebroek, gingen de bos helemaal door. Het begon er achter in Heerde, begon er al. Mensen te waarschuwen, komt vandaag een razzia, komt vandaag een razzia, komt vandaag een razzia. Totdat het bij ons was. En dan wist dat hele gebied waar hij doorgekomen was, wist dat de razzia kwam. En die zijn dat weer tegen elkaar. Dus als de groen kwam, was iedereen weg. En die was NSB'er. Ja. Maar die waren volledig vertrouwd. Want bij een verdruid geen mensen zijn ze. Die presteerden het ook. Die was ook brood NSB'er. Hij presteerde het om in de oorlog lid te worden. Hij presteerde het ook om midden in de oorlog weer te bedanken voor de NSB. Ik bedoel, dat was levensgevolg hij dat deed. Dat deed hij gewoon. Maar die bleef gewoon één van ons. Hij was lid van de gemeenschap en daar had hij eigenlijk zijn loyaliteit liggen. Ja. Die gemeenschap vertrouwde hem gewoon. Want hij was getrouwd met een dochter door uit dat huis. Waren er veel NSB'ers hier in het dorp en in de buurtschappen? Nee. Niet zo verschrikkelijk veel. Toen jullie teruggingen, na die evacuatie, kon je denken van dat het leven weer zijn gewone gang hernam? Nou ja, dat gebeurde nog. Gewoon weer gewoon werkt. Iedereen deed weer gewoon zijn werk. Er ging weer gewoon door. Je zag hem eerst op geen Duitsers. De eerste Duitser was een bezienswaardigheid. Wanneer heb je de eerste Duitser gezien? Herinner je dat? Of? Nee, dat weet ik niet. Ze kwam natuurlijk weer later, toen er dus razzia's en zo kwam, dan zag je ze wel. Ja. Ik bedoel, dan ben ze wel geweest dat ik nog net de dans ontsprongen. Dat zwart misging. Dus toen kende ik ze wel hoe ze eruit zagen. En herinner jij dat de koningin en het koningshuis en de regering, dat die naar Londen gingen? Hoorden jullie daarover? Dat was een verschrikkelijk spektakel bij ons. Mijn vader die was dus helemaal niet koningsgezind. Die zegt, ja, ze mag er wel zitten voor mij, maar ze hoeft er niet te zitten. Ze mag ook wel landen zitten. Ja. Maar mensen in Broek, die waren allemaal zwaar koningsgezind. Bij ons in de buurt ging het nog. Dat, ja, dan maken ze, over zulke dingen maken ze zich niet zo druk. Dan maken ze zich over politiek eigenlijk ook niet zo druk. Dus over de koning maken ze zich ook niet zo druk. Maar in Broek was dat veel anders, van Duren en zo. Dat waren dus hevige koningsgezin. Mijn vader heeft de koninginnen met vuur en vlam verdedigd tegen de koningsgezin, die het te schande vond dat de koninginnen gewoon was naar Engeland. En dat hij haar in het steek gelaten had. Zo hoorden de koninginnen niet te doen. En mijn vader, die niet koningsgezind was, heeft de koninginnen te vuur en te zwaard verdedigd tegen Van Duren en consorten die de koninginnen zowat de helle inprezen. En hij vond het toch wel een verstandige actie om naar het buitenland te gaan? Ja, hij zegt van Giet, hij had dus ook het inzicht natuurlijk dat wat er ging gebeuren, hoe Hitler was. Ja. Die mensen hadden geen notie ervan. Hoe die mensen was. Er was op een gegeven moment, kwam er dus in bij mijn vader en die zegt, nou, dan waren ze dus in varken en vezen. Nou, dan waren dan de Duitsers geweest. Nou, die waren nog aan net in zijn west, ja, want er waren dus, hadden ze dus een tuin gehad met sloopplantjes.
En dan hadden ze net iets tussen deuren lopen. Dan hadden ze geen ene van vertrapt. Je zult verdomme nog een keer achterkomen wat ze weer vertrapt, zegt mijn vader. Ik bedoel, dat, die mensen hadden geen notie van wat er ging gebeuren. Wanneer werden de eerste signalen duidelijk dat het toch ernstiger was? Ja, er kwamen overal plakaten aan de muren van dit mocht niet en dat mocht niet. En door was er een standrechtelijk door de schuiten en door was er een standrechtelijk door de schuiten. En hij dit deed, dan gebeurde dat en dan won hij ook door de schuiten enzovoort enzovoort. Die dreiging kwam er steeds meer. Begonnen ook Duitsers natuurlijk in het straatbeeld te komen. De organisaties worden verbouwd. Wilhelmina, de muziekverenigingen worden verbouwd. Al die dingen die maar koningshuis waren, worden allemaal verbouwd. Er mocht geen lid meer van zijn, die verenigingen worden nog opgegeven. Dus zo langzamerhand worden die dreigingen. Maar die dreiging was eerst niet groot. Dat was ook hun bedoeling niet. Hun eerste bedoeling was om met ons in te pauwen. Dat was de bedoeling. Nederland in te pallen. En dan hadden ze de minste trammeland. De dreiging is pas gekomen en de moordpapieren en zo ben pas gekomen. Toen ze in de gaten kregen dat niet werkte. Ja. Dat niet gebeurde. De Hollanders gingen zich niet aanpassen. En die bleven zich verzetten. En toen werd het anders. In 1941 krijgen we de februari-staking. Ja. Heb je daar hier iets van kunnen merken? Ja. Ik weet hè, uit de geschiedenis van Amsterdam, Utrecht, ja. De grote steden, de mensen van het spoor. Wat jij zegt, ja, vertel. Toen ben er dus hier in februari staking, ben dus hier ook wat staking geweest. En dan ben er ook mensen ben dus door niet best afgekomen. Die ben dus vermoord. Mm-hmm. Maar de februari-staking heeft hier dus ook niet in mindere mate als in Amsterdam en zo, maar het is wel gebeurd. Maar werd hier bij de fabrieken of vooral bij het spoor gestaakt? Bij de fabrieken ook. Oké, ja. Weet je daar iets van? Met de februari-staking is, dacht ik, die van Noordel ook ontsnapt. Je bent er toen maar doodschuiten, die werken bij de Vulcanus en zo, in Vossen. Mm-hmm. En daar is ook gestaakt. En toen werd er dus, maar dan weet ik niet meer of dat de staking was, de februari-staking, want er is nog een staking geweest, namelijk, toen de militairen zich allemaal weer moesten melden. Er is ook een staking geweest, maar die was minder groot, dacht ik. Maar de februari-staking, toen hebben ook de boeren gestaakt. Ja, de boeren zelf niet, maar die moesten we staken, want die melkrieders halen de melk niet op. Ja, ja, elke zee. Ja. Dus de coöperaties, de melkrijders. Dat lag allemaal stil. Ja. En de fabrieken waren dus de berg, hier de Van Ark heeft gestaakt en de Klok heeft gestaakt. En in Vossen heb dus de metaalbedrijven heb toch waren, die fabrieken die er waren, die hebben staakt. Herinner jij die dagen thuis dat daarover gesproken werd? Ja, ik vind het toch als jongen prachtig dat die melkrieders te langs kwamen. Dat waren die melkrieders die dus met peer en wagen elke dag de melk op hadden. Die kwamen toen langs op de fietsen. En alle melk die aan de er waren wat boeren die namen het zekere vertonzingen, die zetten de melk aan de weg. Kwam die melkrieder eraan en zette die melkbus op de kop. Nou, dat vond je als jongen toch prachtig dat gebeurde. Dat was sensatie. Dat was onze sensatie. Het was maar klein, maar wie vond het prachtig. Maar toen was het anders, want toen hebben ze er wat opgepakt. Nee, want ik denk meestal volgde forse represailles. Ja, dat is ook gebeurd, ja. Ja. Mensen opgepakt. En er zijn er dus verschillende van gefusilleerd. Ook mensen uit Heerde. Ja. En dat maakt indruk, denk ik, in het dorp, in de gemeenschap. Ja. Ja. Maar daar had je dus ook weer, die communicatie was natuurlijk maar heel gebrekkig. Er waren niet uitvoerige verhalen gekomen. Je hoorde het alleen.
Maar als er gebrekkige communicatie is, zijn er meestal ook veel geruchten. Ja, die waren er ook. En je weet dan... moeilijk om te checken of het waar is of niet waar is. Ja, maar je moet ook rekenen dat dus... Het was, de gemeenschap was natuurlijk ook veel kleiner. En je wist toen wel wie de bron was. Die woonden in Hoorn. Ja, nou, dat was een hele enge gemeenschap. Daar wist hij alles van elkaar. Als er wat van gebeurde, dan wist hij alles van elkaar. Maar die hadden ook weer familie wonen, bijvoorbeeld hier in Heerde. Dus die kwam in Heerde en die zegt, dat en dat is in Hoorn gebeurd. Dus die communicatie was er, daar moest hij het van hem. Ja. Want er was ook geen radio. En er was geen telefoon. Ik bedoel, aan de kanaal die had dus toen op dat moment alleen Willem Bergman de Smit had een telefoon. Ja. En wie er had geen mensen telefoon. In die tijd zit jij op de Mulo in Hattem volgens mij. Ja. Hoe ging je daar naartoe? Met de fiets of met de trein? Wat gebeurde er op die Mulo? Was men daar zich bewust van dat het oorlog was? Ja, dat kon je wel zeggen. Er was een gereformeerde Mulo. Ja, dat had je niet voor mogelijk. Heb je verteld de verleden keer? Ja. En dat jouw vader zei, of de hoofd van de school had gezegd, dat is de beste school en daar moest jij dus naartoe. Daar was meester De Jong was door directeur van. Dat was een felle oranje klant. Dus die school die was fel oranje. We konden nog ontzettend veel doen naar de Duitsers toe, want we waren altijd gedekt door die school. Die nam het altijd voor ons op. Maar eerst ging je door gewoon, er was gewoon les. Er was eerst niks aan de hand. Ik ja, nog gewoon, wat voor de oorlog was na de oorlog, ging dat weer gewoon door. Maar ook door kwam natuurlijk, zo langzamerhand kwam er, want mensen moesten onderduiken. En we wisten op een gegeven moment dat er waren jongens op school, ik ken jongens op school daardoor. Daar hadden ze onderdukers in huis. Dat wisten we, dat zo was. Ja. Er waren niet harde praat. Maar zo langzamerhand kwam die sfeer natuurlijk van verzet en onderduiken en huren dat de mensen opgepakt waren en dat mensen doorgeschoten waren en dat ze Joden oppakken. En dat je niet wisten waar die bleven, dat begon zo langzamerhand natuurlijk te broeien. En dat broeide natuurlijk op die school nog. En dat waren dus wel zo'n beetje toelaten. Maar zaten er misschien toch ook leraren of kinderen van mensen die, ja, wat we nu toen zeiden later, fout waren, van kinderen van NSB'ers, waren die ook op de school aanwezig? Zover als ik weet, was er toen één. En die had een boerderij. En ik kwam in de jongen nog voor de geest aan. Die was niet al te groot, een beetje dikker jochie. En die was van Duitse afkomst. Die hadden of een Duitse vader of een Duitse moeder. En die stond bekend als NSB. We hadden er ook iemand zitten. Die vader had een winkel in Hattem. En die had onderdukers in huis. En op een gegeven moment kreeg die jongen van die NSB'er kreeg ruzie met die jongen. En die zegt tegen die jongen, en ik zal er wel zorgen, hier bij jullie heb ze onderdukers in huis. En ik zal wel zorgen dat uw vader opgepakt wordt. Nou, dat had er niet moeten zijn. Die jongen die stond bouwmeester, de Dorre noemen ze die, want in Hattem hadden ze allemaal een scheldnaam, de Dorre. Dat was zo'n knaap. En die stond echt nergens voor. En die sloeg door de jongen helemaal in elkaar. Nou, dat was natuurlijk spektakel. Die vader van die jongen die kwam op school en die zei, wat is hier gebeurd, dit en dat. Nou, meester de jongen heeft alles in het leven, zo die heeft gehoord, zeg maar mee, tegen dat jochie. Die heeft met die jongen gepraat. Met die Duitser. En die komt later bij de Dorre. En die zegt, je hoeft nergens bang voor te zijn. Hij zal jou niet verraden. Hmm. En wie hebben het meegemaakt? Er was een jongen en die was bij de Hitlerjugend. En die had zo'n pakkie nog weer. En die had ook een dolk. En die had zo'n petting had op. En die treedde ons een bed in. Die
bij die spullen met die dolk en zo, en bij die ons dwars zitten. Nu gingen er dus uit Heerde en Wompen, want er gingen er heel veel jongens en meisjes naar Hattem naar school. Die gingen allemaal naar Hattem naar school. En die liepen, dat gebeurde dan aan tussen de middag, als we dus vrij hadden, dan was hij dus ook op de straat. Hij zat niet bij jullie op school? Nee, hij zat niet bij ons op school. En daar vonden we dat hij eens een keer overnomen moest zijn. Toen hebben we hem singeld en toen heeft Bert Monties aan en Tony Jalink, die hebben hem helemaal in elkaar geslaan. Dat liep natuurlijk niet goed af. Want die jongen die kwam in huis en die was bon en blauw, die had op zijn soort middenraad. Dus we waren weer in school, daar kwam meester de jongen in de klas. Wat hebben jullie nou weer uitgevreden? Zeg hem wat dan. Nou, dat en dat. De politie is er geweest. De politie komt zo ook in de klas. Ik lul me de blaren op de tong, zeggen. Voor jullie. Toen zei ik, ja, maar wie zult wat in de politie van zeggen wat er gebeurd is? Want dat hadden we namelijk al voorbereid. We hadden al voorbereid dat er ons dus bedreigd had met die dolk. Dat de ene van ons bedreigd had met de dolk. En dat het zelfverdediging best was. Maar die politie, die was ook zo. Die waren helemaal niet Duits gezind. Die vonden het eigenlijk prachtig dat we dat gedaan hadden. Dus die politie kwam en die zegt, wat heb jullie hier gezegd? Nou, zei Bert Monties aan. Hij heeft me bedreigd. Hij heeft een dolk. Hij is bewapend en hij heeft een dolk. En dan wil hem niet meer steken. En toen hebben we hem in elkaar geslagen. Is dat zo'n zin? Ja, zo is het. Nou, toen ben ze naar die vader toe zo. Die vader was het er helemaal niet mee eens dat die jongen dat deed. Want dat was helemaal geen nare man, die NSB. Maar die jongen, dat was dus opgefokt. Jochie. Die vader die zei, nou, die heeft hem onderhand aan en die zegt, ik kom toch niet meer op de straat. Als die jongens middels op straat bent, dan bleef hij hier in huis. Dat waren onze ervaringen en dat was ons alles. Maar verder hebben we dus weinig lessen gehad. De schooltijd was verder eigenlijk... Ja, ze aan onze school... Want ik, van mijn vader hoorde ik wel in die tijd zat ook op... Dat ze ook de Duitse leraar zo moeite mee hadden. Geen Duits meer wilden leren en... Ja, wie is die last van dat? Okay. Nee. We hebben dus ook niet zo lang meer naar school toe gegaan. Onze scholen waren, de Van Heemstad scholen waren vorderd. Oké. Okay. Dat is dus is in de centraal... Iets in de kom met voedselvoorziening. En in welke klas van de MULO zat jij dan toen je het stopte, het onderwijs? Zijn we kinderen de dan, denk ik. Ja. En dan zitten we in 243 of... Ja, want ik ben de 40 naartoe staan. Ja. Kom. En dan ben je thuis. Ja. En het is bezettingstijd. Ja, eerst gaan we nog met de fietsen er naartoe. En maar toen begonnen ze dus fietsen te vorderen. Ja. En toen begonnen ze ook jongens op te pakken die dus bij flink van postuur waren, maar die nog niet zo oud waren, maar die pakken ze wel voor op. Voor de arbeidseinsatz. Arbeidseinsatz. Ja. Dus die werden naar Duitsland vervoerd om daar in de fabrieken te werken. Ja, en we zaten dus al in een noodgeval. Dat was al behelpen. En toen hebben ze gezegd, stop met de hele handel. Nu stoppen we. Zijn je ouders bezorgd geweest dat ze jou zouden oppakken en dat je naar Duitsland gebracht zou worden om te werken? Ik doe niet voor. Maar mijn vader heeft altijd wel gezorgd dat als hij wegging, ik ook wegging. En niemand van de jongens in de buurt hoefde dat. Alleen ik. Ja. Ik begreep nooit waarom of ik met mijn vader mee moest als die ondergrond doet. Dan moest ik ondergrond doen. En ik kon nooit begrepen waarom of dat was. Tot verre na de oorlog. Nou, hoe lang is dat alleen? Een jaar of 7, 8. Dat we erachter kwamen. Een paar... Ja, langer. Veel langer. Op een gegeven moment kreeg ik dus een neef van mij. En die kwam hier op visite. Ver en ver na de oorlog. Heel ver na de oorlog. We woonden hier. En... Ja, en die zegt, hoe vader die bracht Joden weg in oorlog. Ik zeg, mijn vader heeft nooit Joden weggebracht in oorlog. Ja, zeg. Die bracht Joden weg in oorlog.
Ik zeg, weet niet van. Ik zeg, maar hoe weet hij dat dan? Toen zeg ik, nou, je weet toch wel waar ik gewoond heb? Hij woonde in een oud huis op de Schotkamp. Achter de Heerde. Een oud herdenhuis. Hij zei, ik weet toch wel dat hij dus door uit de boom was, dat hij door reten in de planten naar beneden kon kijken. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Hij zegt, dan kon je toch in de kamer kijken? Ik zei, ja. Hij zegt, op een gegeven moment hoorde ik oma Henk, dat was mijn vader, praten. En toen keek ik door die reten. En toen was er een man. Die was bij oma Henk. En die moest een nacht onder dak mee. En dat durfde mijn vader niet. En oma Henk had net zo lang gepraat totdat hij deed. En dat was een Jood, zeg. Hij zegt, en de volgende maand kwam ik weer bedden. En toen was hij weer weg. Hij zegt, dus hoe vaak heeft hij weggebracht? Toen snap ik in één keer waarom of ik mee moest als hij hem smeren. Hij was bang dat ze mij zo'n oppakken. En mij als wisselgeld zo'n gebruiken om hem boven water te brengen. Dus ik moest altijd met hem mee. Wat weet jij, wat heb je gemerkt in die tijd van verzet? Wat... Nou, ik ging, in de eerste plaats ging hij dus als Trentse, de man zo hier en door radio's. Die werken op accu's. Op accu's in auto. En hij die in de buurt aan, dat wist dan iedereen ook, en dat was het hele gekke. Die mocht je niet hebben, maar iedereen... Het was heel gevaarlijk. En iedereen wist het. Iedereen in de buurt wist het. Deed die radio aan. Er kwam soms ook zo, man of 5, 6 soms om 8 uur, om naar de radio te lusten. Terwijl dat helemaal niet mocht. Dus dat was de communicatie die er eerst was. Maar dat begon op een gegeven moment problemen te geven. Want die Engelse zender, die won de stoort. Die Duitsers hadden een stoorzender. En die zetten ze dus aan en dan hoorden die de hele lang. En dat verstoorde dus die... Radio spraak. Oranje uit Londen. Ja, die verstoorde die spraak. Dus dan kon je het oosten niet meer horen. Nou, dat was een groot probleem. En toen begonnen ze dus ook radio's te vorden. En toen won het nog veel gevolger om zo'n radio in uw stem. Dus toen was er oosten helemaal geen communicatie meer. Tenminste, niet bij de gewone mensen. Waarschijnlijk aan de ondergrondse had natuurlijk heel andere communicatiemiddelen. Die hadden we dus niet. Maar de ondergrond zaten natuurlijk andere spullen, ja, die dus door niks mee te maken hadden. Nou, en toen op een gegeven moment was er een hier bij mij in de buurt en die had een kristalontvanger. En een kristalontvanger, dat is een meest primitieve ontvangstgebeuren wat je kunt hebben. Dat is een koptelefoon, dat is zo'n stuk in kristal. Dat is een heel dun druigje. Dat is een honingraadspoel die vroeger in een radio zat. En een knapje waar je dus de boel mee kunt draaien. Dat is een kristalontvanger. En er zit een aarde aan. En er zit een antenne aan. En als je die dan weer elkaar hebt, dan kun je door Engeland mee ontvangen. Dat konden mensen zelf in elkaar knutselen of... Die ik had was ook in elkaar geknutseld, maar die mensen durven dat niet meer, want als ze door mij grepen was het niet best, dan ging het niet goed met hem. Dus op een gegeven moment kreeg ik dat ding in hand. Het grote gevoel was, de aarde was niet het probleem, want dat waar je binnen in huis zit, als je dat ding in huis had, had je die aarde kon je dus verstoppen en die kon je er aan doen als je dat wilde. Maar de antenne was een groter probleem. Want er moest minstens 1 meter of 10 zoveel antenne aan zitten. Zo. En een antenne mocht niet. Nee. Als ze grepen met een antenne, dan zagen ze het hele huis deur. En zagen ze net zo lang het tussen het aan. En dan liep niet goed met hem af. Maar mijn vader was niet zwaar bang. Ik zei, wat doe ik ermee? Hij zegt, maar het is voor elkaar, wie ziet wijs. Nou, dus een antenne, een aarde onder de beddensteerdeur, in de ronde raam onder de beddensteerdeur, een apparaatje dran maken dat hij hem lust dreigt en scheurt de marine onder de, was weg. Dus dat was ook lust. Maar ja, toen de antenne nog, dat was een ander probleem.
spul uit een dynamo van een fietsen. Dat zijn draden. Het is heel dun draad, is dat. Daar was een antenne van gemaakt. Maar ja, toen zei ze dat, kunnen ze nog wel zien. Maar op afstand is het minder zichtbaar. Zagen je hem niet, de dingen zaten ook nog stof in hen, dus er was ook nog groen, dus die zagen jongens er niet. Aan de Hooiberg, was nog niet lang genoeg. Op een gegeven moment, we zeiden, ja, maar we moeten dus een verkloring hebben voor die antenne. We moeten een andere verkloring hebben voor die antenne, want anders dan zitten we in de boot. Nou, er werd het volgende op bevonden. Er was een windmolen te maken. Op het kippenhok. Een windmolen met een stuk erachteraan dat er kon draaien. Een wielen de vuur aan. Een dynamo van de fietsen eraan. En door draagjes aan. En dat ook allemaal naar de delen toe, onder het stroodeur. Dus als het één keer op de delen was, kon je het als de nans weer vinden. En hou dus aan het einde een gewone fitting van hem maken. Uit zo'n lampen, uit de gewone lampen. Ja. Dat brandt natuurlijk helemaal niet, want er moet zo'n lamp in aan van een fietsen. Maar dat was onze truc. Die hadden we midden op de delen. En dat heeft me dus het leven gered. Want op een gegeven moment, het liep al tegen het einde van de oorlog. Ik luisterde elke dag, luisterde ik de Engelse zender en ik bedien elke dag ongeveer zo'n 10 of 12, soms 15 mensen van bericht. En die brachten dat ook weer verder. Dat schreef ik allemaal uit, deed ik allemaal met carbon. Ja, dat was een werk als ik weet niet wat, met carbon deursteen en dan. En met de pen of had je al een hand een typemachine? Nee, met de pen. Met carbonpapiertjes schreef je de berichten die jij op Radio Oranje hoorde. Ja. Nou, en die bracht ik dan rond. Dus dat gebeurde gewoon. En realiseerde je hoe gevaarlijk dat was? Nee, dat heb ik niet later pas gerealiseerd. Dus, maar op een gegeven moment was ik er dus mee bezig. En toen zei ik, nou, als ze nu komt, dan moet dat werk dat zo doet. En op een gegeven moment kwamen ze. Twee SS'ers en die wilden botteren. En anders dan namen ze de fietsen mee. Mijn vader was niet van plan om een van de beiden te nemen. Dus dat was een spektakel. Ik steunde er ook bij. En ik zei, neem die oude fietsen maar mee. Dat steunde er niet aan. Op een gegeven moment zei een van die beiden die droomt. Die antenne. En die haalt die anderen erbij. En die stond met elkaar te praten. En ze vroeg wat dat was. Ik zei, kom maar met. Ik zei, kom maar met. Ik zei, naar de delen. Ik zei, dat ding, dat moet licht geven voor die lampen. Maar dat niet. Domme Hollanders, zijn ze. Dat moest een kleine, van Farad, zijn ze. Zulk een lampen. Van Farad. Stomme Hollanders. En al schelden gingen ze de kanaal die op. Want toen waren ze boom aan de kanaal die toen zei mijn vader, al niet zo domme was, waren al nu door de achtertussenlijn. Ongelooflijk verhaal, geweldig, ja. Maar zo'n moment, dan is het toch ongelooflijk veel spanning ook. Ja, ja. Ik kwam er op een gegeven moment achter. Ik bracht berichten rond. En ik kwam er bij een boer in Hoorn. En er was een veldwebel was door in een kwartier. En op de coöperatie zat dus een commandopost. Mm-hmm. En er zaten overal in Hoorn zaten dus Duitsers in het kwartier. En bij die boer zaten veldwebel in het kwartier. Dat zijn dat veldwachters? Dat was een rang in het leger van de Duitsers. Oké. En die had een eigen kamer. En ik bracht er nog elke dag die nieuwsbericht. En op een gegeven moment zegt die boer, Henk, moet je lussen. Hier is een perron. Hij zegt, die veldwebel heb bij mij geweest. Ik zei, nou, en? Hij zegt, die weet dat hier het bericht kon brengen. Ik zei, hoe weet je dat dan? Hij zegt, hij weet ook mijn woord. Ik zei, wat? Ik zei, ja. Hij zegt, die waren er geweest. En toen kwamen en toen zeggen of er nog nieuws was uit Engeland.
En zeg, ik hield me van de domme. En toen hadden ze gezegd, ja, wat heet nu met al die schöne Hollanders? En dan had zo'n donderse Nederland dat die Duitsers met schöne Hollanders nu. En ze, was, ja, dan zegt die schöne Hollander is hier toch een West. Toen hadden ze gezegd, ja, nou, en toen hadden ze gezegd, smiddags om 1 uur is de Nederland, is in Engelse zender in het Nederlands. Tegen ongeveer 2 uur komt een schöne Hollander hier. Elke dag. 1 uur nieuws, 2 uur opschreven en berecht brengen. Toen hadden ze gezegd, hij woont toch hinder. Hij wist ook wat woont. Toen hadden ze gezegd, hij moet dat anders doen. Hij moet niet elke dag komen. En hij moet ook niet elke dag van dezelfde kant komen. Dus je kreeg uiteindelijk een raad van een Duitse soldaat over hoe je het beter kon doen. Hij moet ook nog eens een dag overslaan. Toen hadden ze gezegd, hij moet vernomen, 9 uur moest hij bij hem komen. Dan was de Radio Oranje al die dan. Nou, hij zegt, ik ben naar hem toe gegaan. Hij zegt, en ik vond al die wat gek, hij had al die vensters dicht. Er zaten vensters voor die. Die hadden elke oom dicht. Hij zegt, toen kwam ik toe, had een zender met een Duitse radio erop. Voor het raam stond, achter die vensters. Maar hij had er ook zo'n inloopkast in. Daar had hij nog een radio gestaan. En door luisterde naar Engeland. Toen had hij zeg maar, ik ben wel te vertrouwen. Maar als hier iemand anders komt, waar hij zegt dan, is het gebeurd met hem. Dus ja. Ben de 2 keer ben ik eigenlijk zo'n bed in de dans ontsprong. Ja, zeker. Ja. Maar op dat moment, dan zegt ze, dan ben je een held, ik ben hier morgen een held. Je hebt dat gewoon gedaan. En eigenlijk drink het helemaal niet door. Hoe angstig of, ik ben ook niet angstig geweest. Ja. Je was toen een jaar of 16? Ja. Ach, zijn tochelt in Wichter, goed 50 jaar heer, lachend en giebelend en altijd plezier. Die gek op hem jong waren, maar geen jong die als het wus. Want aan hem vertelden, nee, geen een die dat dus. Almal plattelaans Wichter, almal in één klas. En één met verplicht, een ster op de jas. En haar wereld was klein, het was een roes, het was een straat, het was haar hond in haar school, haar spulkameraad. Het was een zorgeloos leven onder de zon, omdat zijn kind ja niet wist dat er oorlog bestond. Bij die noestige boom zong zij vrolijk haar lied. Bij die boom op de brink, die er altijd nog stiet. Speelde blikspuit, verstoppen die bok hoeveel hoorns. Zucht alle joden brummels op, hier of de woordens. En dres broed zij dres, zoals al kinder doe. En zo was ze papa, en zo was ze moe. Een wichtien op klompies. Een lief, vrolijk kind, argeloos, zoals al kinder is bent. En haar wereld was klein, het was een roes, het was een straat, het was haar hond in haar school, haar spulkameraad. Het was een zorgeloos leven onder de zon, en dat zijn kindje niet wist dat er oorlog bestond. Was ze west nou? Krap 60 jaar. Misschien wel al oma. Waarschijnlijk griezoor. Mijn mam had ze wezen kunt. Of van mijn moord. Of van zoveel mensen bij ons in de straat. Een zorgzame mama, zoals haar mama doet. Die vecht voor haar recht tot in Polen aan toe. En haar wereld was klein, het was roes. Het was een straat, het
was er hond in haar school, haar spulkameraad. Het was een zorgeloos leven onder de zon, omdat zijn kind ja niet wist dat Auschwitz bestond. In het boekje wat je als over puber hebt geschreven, hè, puber in oorlogstijd, daar gaat het ook over Johnny, een hongerwinterkind. Ja, Johnny was in het lesten van de oorlog, toen dus al die hongertransporten nog waren hier. In Amsterdam was ook geweldige hongersnood. En toen woonde door de kerken, woonde dus een hulporganisatie op poorten gezet. Haalden ze kinderen uit Amsterdam en Rotterdam en nog meer westerse steden, haalden ze door weg en die brachten ze dus onder bij gezinnen hier in Drenthe en in Achterhoek en hier op de Veluwe. En daar hadden we ons ook voor op een gegeven moment. Dus ging van de kerk uit, maar dat was bij ons geen probleem. Mijn vader ging niet naar de kerk, maar die zegt dat maakt me helemaal niks uit. Als zo'n jongen kan redden, dan laat hem maar komen. Dus op een gegeven moment kregen we dus een kwampen. Bleek dus dat ze dus al 2 of 3 dagen onderweg waren in een veewagen. Helemaal volgepakt met kinderen. Geen eten en geen drinken praktisch. Ook geen sanitair. Ach jee. Dan stoppen ze eens, dan kon iedereen er echt muis. En dan gingen ze er weer in. Maar ze stoppen ook iedere keer onder bomen, want die Engelse jachtvliegers waren steeds op zoek naar Duitse vrachtwagens. En die konden natuurlijk van bomen af niet zien dat het geen Duitsers waren, maar dat er kinderen in zaten. Dus dan moesten ze weer onder de boom schulden totdat die dingen weer weg waren. En dan hebben ze dus in putten, dacht ik, hebben ze dus een nacht overleefd. Toen hebben ze dus in de school zin. Toen hebben ze ook nog 1 of 2 sneden brood gehad of zo. Toen hebben ze nog wat eten en drinken. En toen de volgende dag waren ze hier bij de grote kerken. En die kinderen moeten een angst gehad hebben. Ja. Ja. Nou, dus moet je nou gewoon, die jongen was dus, die was nog nooit buiten Amsterdam geweest. Een jochie van 1 jaar of 10 of wat moet ik me voorstellen? Ja, dus die al de 12 denk ik misschien. 12 denk ik. Ja. 12. Was nog nooit buiten Amsterdam geweest. Was ook nog nooit met vakantie geweest. Wordt in een veerlaan gewerkt. Vaart 2 dagen door Nederland heen. Onder verschrikkelijke omstandigheden. Komt dan bij de kerken. Door stierde man. Met een fietser met panzerbanden erop. En die zegt, geef mij niet dan maar mee. Dat was jouw vader? Ja. Die gewoon bij die man op de fietsen zit, achterop met die panzerband. Vaar hij naar de kanaal die toe. Toen stap hij van de fiets af. En dan kom je in een huis waar een jongen is en een meisje is. En een moeder is. En die vader die hem opgehaald heeft. Die praat een taal die je niet kunt verstaan. En toen ben je dan. En toen kwam er een jochie van de kanaaldijk af. Je hebt waarschijnlijk die Biafra-deel wel eens gezien. Mm-hmm. Nou, zo zag hij er ook eens. Echt helemaal uitgemergeld. Hij je was, ribben kon je tellen. Hij had zulke beentjes gehad. En dan had hij dus, had zijn moeder van zo'n heel dik gediend. Dat je voor de roeten hebt. Hij had vroeger voor de roeten van die dikke. Overgediend. Had ze een soort. Geen plus met een andere. Ja. Dat is geen plus. Fluweel of ja. En had ze dus een soort overal voor hem maken. Met een capuchon erop. Moet je je voorstellen dat hij komt er dus steeds die beentjes onderuit. Komt hij de kanaal niet aflopen. Dan komt er een heel klein muizenkapje. Komt er uit. Met een paar ogen. Met een angst. Die we niet voor mogelijk hadden. Toen stiet dat jochie. Mm-hmm. En toen pelde mijn moer uit. En mijn moer begon zo te schreeuwen. Die zegt hij, ga door. Ja, zegt mijn vader. Dat hoeft niet. Je kunt ook proberen met lijm dan. Het was
ene ribbenkast. Ja. Zo mager was het. Toen zag je niks. Hele dunne armpjes. Want toen die overal uitkeek, toen zag je hem zoals het er werkelijk uitzag. Ja. Een skelet was het. En die mocht niet eten. Ja, hij mocht wel eten, maar heel weinig. Heel weinig, hè? Anders ja, dat is gevaarlijk. Ja, ja nou. Toen begon het spul. Hij mocht niet samen met ons eten. Hij sliep alleen. Hij kwam alleen in een beddeling. En elke maand hadden ze hem eruit. We moesten verzorgen. En dan kreeg ik een klein beetje eten. En wie had een apart? Want mijn vader zei, dat kan ik niet aan doen. Dat is onmenselijk, omdat die jongen nog bieden laten zitten. Dat kan niet. Dat moet maar langzaam opvoeren. Ja, hij bleef in het lijm met de Ulby. Hij won niks dikker. Maar dat ging natuurlijk veel te langzaam. Dus het had al een poos van zo'n week, 14 dagen. En ja, hij won wel iets in bed, maar ging niet zoals het eigenlijk moest. Hij ging ons nog dood, zeg maar. Nou, toen won het familieberaad al. En mijn vader zegt, we moeten het anders aanpakken. We moeten hem niet vol met eten stoppen, maar we moeten hem wel veel meer geven als dat in Hongarije. En dan giet ook dood, zegt mijn moeder. Zeg, als ze nu hier doodgiet, of in Amsterdam doodgiet, dat is geen enkel verschil. Is allebei de keer dood, zegt mijn vader. Alleen, wie hebt er wel aan het doen, want kon hem met lijm doen. Als ze in Amsterdam giet, heeft er geen enkele kans. Hier heeft een kans dat de deur kan. En dan moet wie dat doen. Nou, ik zal u vertellen dat we weten. Ik moet u voorstellen dat we dus ook de sanitaire voorziening waren natuurlijk niet je van het. We hadden zo'n huis in buiten. En er stond pas een beton in. Met een deksel erop. Deuren ervoor. Stukjes krantenpapier aan de wand. Een grote tonnen erachter buiten. Dan ga je naar de wc. En Johnny kreeg één. Niet volop, maar wat meer. En toen gebeurde natuurlijk precies wat we dus ook wel verwachten. Wat er aan boven moet gaan, ingang, dat ging er met dezelfde gang van onder weer uit. Het liep er gewoon helemaal door. En pijn op. Iedere keer als Johnny naar de wc geweest was, ging mijn moeder met hem voor water heen en maakte de hele wc weer schoon. Ja. Dat duurde ze wat een week. En toen was het beter. Is er een dokter bij geweest nee, in die tijd? Nee, er kwam geen mensen bij. Nee, dat is gewoon zo geregeld. Ja. Dat heeft ongeveer een week geduurd en toen was het beter. Zo langzamerhand kwam er toch wat. Ging het wat aanzetten? Ja. En hij begon op te knappen. En toen het één keer gelukt was, toen knapte de syndroom op. Want hij lustte wel wat. Dus toen ging hij gewoon eten. En toen kon zijn magen dat hem. En toen ontpoppen zich een Amsterdamse boer. Hoe bedoel je dat? De kortste keer kon hij net zo goed dialect als wie kon. Hij stond bij mijn vader op de mesloop met de grepen waar wie nooit meer gaan bij mijn vader. Mocht hij wel. Hij mocht alles bij ons. Hij praatte zo plat als een dubbeling. Maar hij was nog niet een wend. Daar kwam wie later pas achter. In het begin schreef hij brieven, nieuws, dat het goed naar zijn zin had en dat het doen en hij kreeg goed eten en zo. Dan ging hij naar de wc. Dan had hij zelf een brief in de maag. Haal me alsjeblieft terug, want ik ga hier dood. Dat duurde in die brief en dan plakte de brief tegen. Ja. Hij vond het dus toch heel erg bij jullie. Ja, hij heeft het verschrikkelijk gevonden. Die jongen die was volledig ontheemd. Die moeder die zegt, we moeten hem terughalen. Nee, zegt die vader. Want hij giet er niet dood. Want hij is kennelijk de duren dat hij weer kan eten. En hij giet er vast niet dood. Als hij hier giet, en haalt, giet hem wel dood. Toen op een gegeven moment mijn moeder zei, Johnny, moet je eens niet schreeuwen naar Amsterdam? Ja, man, zei het dan. Johnny, heb je al geschreeuwen naar Amsterdam? Nee, man. En in Amsterdam zei zijn vader, we hebben te winnen. Hij schreef niet meer. Hij heeft het nog zijn zin. Hij haalde de sneeuwklokjes bij mijn moeder uit de tuin en hij had zelf een tuintje in de poort en de sneeuwklokjes weer in. Hij had het echt naar zijn zin? Ja, het mag toch naar zijn zin. Hij heeft machtig naar zijn zin uit. Hoe lang is die ongeveer geweest bij jullie? Nou, de hele hongerwinter. De hele hongerwinter. Ja, ja. De hele hongerwinter. Hey, en in die tijd
zien jullie ook, hè, want je hoort altijd over de mensen die op fietstocht vanuit het westen naar de boeren gingen. Ja. Om aardappels te zoeken of hè, iets aan eten te vinden. Kwam je dat ook tegen? Fietsen, kwamen die bij jullie ook langs fietsen? De kanaaldijk was de hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, vol met mensen. Uit Zwolle, uit Nijmegen? Uit Amsterdam, uit Utrecht, door heel Nederland, heel West-Nederland, kwam dus bij ons. Sommigen op praktisch blote voeten, sommigen hadden alleen maar een tassen bij je. Sommigen hadden een kerk in bij je, sommigen hadden een oude fietsen bij zich. Er lag een bult sneeuw en daar baggen ze door. Hè? Daar liepen ze de hele godganselijke dag waren ze op weg om me dus eten bij elkaar te schrapen. En soms moesten ze onderdak en dan liepen ze overal bij boeren in, hooibergen of op de delen. En bij ons liepen ze dus op een slokaan. Sprak je ook met die mensen? Ja, ja. En wat waren de verhalen die je dan hoorde? Nou, dat ze dus als ratten doorgingen door in het westen van het land. En dan hoorde je natuurlijk de verhalen van de Golden Ring die dus... Geruild werden tegen heel weinig voedsel soms. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, jullie hadden ook maar een heel klein stukje land en al te veel voedsel produceerden jullie ook niet. Dus je kon niet zoveel weggeven. Nee. Het was er gewoon ook niet. Nee. Alleen, die konden ze dus, als ze die nacht gebleven waren, dan kon je ze de volgende dag dus een paar sneeuwbrood geven. Wat ontbijt meegeven. Ja, dat kon je ze met een scheen. Er waren nog wel wat rog en zo achterover druk natuurlijk, dus die hadden dus wel ietsje meer spulling. Als die dus eigenlijk mochten hebben, dus die hadden nog wel eens iets ruimte. Maar dat waren onafzienbare rietmensen. Oké, dat is de hongerwinter en dan... Ja, het oosten van het land, het zuiden is dan al bevrijd. Het is bij Arnhem niet gelukt. Toen kregen we iets slims. Toen was het slimste. En toen kwam het ergste, toen kwam de hongerwinter. Dat was de hongerwinter. En toen kwam dus ook de ontzettende repressie van de Duitsers. Toen waren ontzettend veel mensen opgepakt. Toen waren mensen doodgeschoten. Het was echt lems. Het was echt lems gevolg. Tot dat op een gegeven moment was het dus... begonnen ze terug te trekken. Eerst hebben we nog Dolle Dinsdag gehad, toch? Ook nog. Maar die waren er zo weer. Ja, ze kwamen weer terug. Die kwamen weer terug. En dat was natuurlijk, dat was verschrikkelijk. Want die lui die hadden de waan de wat, die aan de vlaggen al uit had. En die hadden dus die lui onder handen had. En toen kwamen ze weer om. Maar toen waren ze allemaal bekend die dat gedaan hadden. Die moesten alles over kop onderdoen. Ja. Maar anders ging het niet goed. Wanneer zagen jullie dat ze zich... echt gingen terugtrekken? Nou, op een gegeven moment hoorden we dus dat ze in Rusland helemaal verknallen. Je hoorde hier natuurlijk dat ze dus steeds verder kwam. Je hoorde dit was vrij, dat was vrij. Ze kwam steeds dichterbij. En op een gegeven moment kwam er dus dat ze zich overgeven. En dat dus de oorlog afgelopen was. Vlak daarvoor is hier toch in Heerden bij de Clementbrug nog iets verschrikkelijks gebeurd. Ja. Daar hebben ze dus, er zijn verschillende verhalen over, maar de ondergrondse die had dus hier, zal dus de Clementbrug bewaren. Er moesten bruggen vrij blijven voor de oprukkende troep, Canadese troep. Ze bleven overal de bruggen op in de lucht vliegen, de Duitsers. En de ondergrondse moest dus de Clementbruggen bewaren, die moest vrij bleem dat ze door over konden. Dat is op een of andere manier is er een verschrikkelijke communicatiefout gemaakt. Dat is helemaal mislopen. Dus ik ben bij een heel andere brug terecht gekomen. Maar die ondergrondse zat hier bij die brug. Om die bruggen te bewaren. En toen komt er een executiepeloton van de Duitsers. Die waren op de terugweg. En die komt toch terecht. En die wordt ook geconfronteerd. Niet direct. Maar later wel, met die ondergrondse, die dus door zaken voor. Om die Canadezen daar binnen te laten en die wacht te bewaken. Ja, en die wacht, zaken voor, wapens. Nou, en dat is helemaal misloop. Dat is een puinhoop in de wind. Dus je hebt de half markt nu de moord. Ja. Dus je hebt ze links en rechts uit de huizen gehaald.
Een vroegere kameraad van mij, die heeft er dus nog bier staan als jongen van 15 jaar, 16 jaar. Die heeft nog een gaten gedaan, waar ze dus erin gooien. Dat is een hele ramp geworden. Verschrikkelijk, hè? Ja, ja. En dan iedere keer als ik daar bij dat monument sta, bij die plek, ja, en het weer lees, ja, dan denk ik, oh, zo vlak voor het einde. Ja. 2-3 dagen, ik weet niet wat het was voor. Ja, ja. En wat heerder was, 13 april geloof, ja, ik, of was de, ja, Clementbrug. En... Ja, 14 april binnen we vrije, man. 13 april is ons bevrijd. We hebben dus de laatste nacht, hebben we dus in Ens ergens angst te zitten. Toen begonnen ze dus terug te trekken. Maar die lui die waren zo bezoek, die waren zo zat, dat was een verloren leger was het. En de coöperatiebruggen lag er nog over, die hadden ze laten liggen, daar trokken ze over terug. Dus alles wat hier uit die achter, uit broek en zo kwam en van de IJssel opkwam, kwam allemaal bij ons langs, naar die bruggen toe, naar de coöperatie toe, want die ging het leste eraan, daar moesten ze eerst over. Als iedereen er droog was, ging die brug op te lopen. Dus daar kunnen we nog om. We hadden dus alles dicht op slot. De vuurdeuren dicht. De staldeuren met sleutel aan de binnenkanten dicht. Maar die kon zo los doen. Mijn vader had een knipmes los op toveling om de koeien los te snijden. En we hadden alles donker, er was niks aan in huis. Alles was donker en we zaten bij elkaar te wachten. Toen dat op een gegeven moment hoorden we dat de bruggen eraan hongen. Blazen ze de brug op. Er kwam nog één groep, kwam er langs, dat zijn vaste buitenlanders geweest die ze dus op een of andere manier als krijgsgevangen gebruikten. Een hele groep die praten een of andere vreemde taal en die waren ontzettend druk met elkaar. Maar ondertussen waren ze dus ook al van de kanaal die ik overraakte sommigen en die liepen bij achter thuis langs. Dan moet je nog gewoon dat ze zo dronken waren als ik weet niet wat. En dan liepen ze dus bij door de tuinen achter thuis langs en kwam dan weer op een of andere manier op de kanaal die terecht. Dus ik wist denk ik zelf niet hoe ze er weer op kwam. Dus dat was ontzettend een angstige nacht. Toen had de brug in de lucht ging. En toen wist je, toen zijn, nu zijn ze alles voorbij. Ze ben voort. Maar hun terugtocht ging naar het westen toe? Ja, ze hebben zich teruggetrokken op het westen. De Duitse soldaten? Ja, ja. En hoe zijn ze dan later in Duitsland gekomen? Dan was alles was langer nog niet vrij. Dus ook in het westen, want het hele ja, land lag in stukken, ja, uit elkaar. Ja. Sommige stukken waren vrij, maar er waren plaatsen vlakbij, waar de Duitsers nog volop aanwezig waren. Ja, uiteraard. De eilanden hebben ze ook nog een hele tijd gezien. Bij de Osludijk hebben ze nog hevige gevechten gevoerd. Ja, dat is 14. En toch hadden we dus ook nog schrik. Ik weet nog dat we dus de nacht ervoor, die Duitsers waren teruggetrokken. Die waren bezig om terug te trekken. En dan hadden ze een kanonhemstang in Vorchten. Toen scheurden ze mee over de IJssel. Ja, naar ons toe. Naar Ulle toe. Ja. Naar Vortmond, hè, waar, ja, je woonde. Ja. Toen ze teruggetrokken, hebben ze dat kanon teruggetrokken. Dat hebben ze bij Nico Lochenberg in Hoorn, hebben ze dat weer in de weilanden gezet. Dat was recht tegenover ons. En dan zo nu en dan scheurden ze met dat kanon. En dat was een geweldige knal, was dat. Maar die wisten nooit wanneer of dat kwam. We hadden dus, omdat het zo gevoelig was, zaten we allemaal bij elkaar in één kamer. We sliepen allemaal bij elkaar in één kamer. De bedden waren bezet en Johnny en ik sliepen op de grond. Johnny was er ook bij, die was bij ons. En dan hadden we dus zo'n kasten, zo'n ouderwetse kasten op poort. Zo'n Andy van de grond. Ja. Daar lagen we voor. Johnny lag voor de kasten en ik in de noos. Dus Johnny die is verscheurd, die is met de kop onder die kasten komen liggen. In één keer schudt dat kanon. Een geweldige klap. Johnny schudt wakker, die riep met de kop gehoord. Die zei, auw! Waarop mijn vader uit de bergsteek kreeg, Johnny heb zo'n raad.
Oké, dan 14 april, hier zijn ze weg. Dan wordt het 5 mei. Ja. De bevrijding. Ja. Hoe was het in Heerde? Hoe was het in Horen? Ik denk dat is... Die trokken natuurlijk allemaal naar centrum toe, naar Heerde toe. Ik bedoel, in Horen was natuurlijk weinig te blijven. En in feesten en vorig moet niet, maar alles ging naar het centrum toe. Ja, en daar waren de feesten. Elke dag, elke avond weer aan feest. Alle jeugd was op straat. Eerst overdag natuurlijk ook. Maar dat duurt natuurlijk in zo'n plattelandsgemeente niet zo lang, dat overdag. Want de eerders moesten nog in de grond en dit moest nog gebeuren en dat moest nog gebeuren. Dus ja, de ouderen hadden niet elke dag maar tijd een feest te vieren. Maar in het begin natuurlijk wel. Ja, dat kreeg je natuurlijk ook dat ze die meiden kaal knippen en die hele ellende, dat hele verhaal wat in heel Nederland gespeeld heeft, dat heeft hier ook gespeeld, dat speelde overal. Hoe dachten jullie daar thuis over? Oude teen. Het was pijnlijk, hè? Het was heel pijnlijk. Ja. Ja. Op een gegeven moment is het hier vrij snel stopgezet. We hadden hier er nog een paar bij zitten die niet voor de poes waren van die meisjes. Heb ze er op een gegeven moment een opgepakt. Een kameraad van mij heeft ze kaal geknipt. Hij zegt nog tot mijn grote schande. Hij zegt, maar ik moet er gewoon toe. Er was zo'n jongen, die vindt dat prachtig. Die werkt bij een kapper. En die heeft ze het laten doen. Hij zegt, we hadden niet gestopt. Zeg. Het was maar één afloop. Want die mensen weer kaal geknipt. Wat een verhaal zeg. Hij zegt, ze offende mij dan gewoon voorop. Hij was net zoals als ik. Ja. En hij stond door, dus die mensen kaal te knippen. Hij zegt, ik heb de 2 kale knip. Hij zegt, ik kon hartstikke goed mee opschieten. Die heb ik kale knip. Die heeft daar gewetensvolging van gehad, ja. Later. Maar zijn baas niet. Zijn baas heeft hem het laten doen. Ja. Maar het feest overheerst, denk ik, in die het tijd. Het feest overheerst. En wat waren de verwachtingen? Wat? Ja, alles moest opgebouwd worden. Alles was opgebrand. Ik bedoel, de hele infrastructuur was natuurlijk kapot. Ja. Er waren nog ontzettend veel mensen in het buitenland die dus gedwongen waren om dus naar het buitenland te gaan. Er waren mensen vermoord. Er waren mensen die dus onder de deuken zitten hadden, die kwamen weer boven water. Dus het was een ontzettend chaotische tijd. Hoe lang zou jij nu zeggen, is die chaos, die chaotische tijd, heeft die geduurd? Nou, dat heeft wel een poosje geduurd, maar in mijn herinnering hadden ze toch vrij snel weer een noodregering gehad. Dat hadden ze vrij snel voor elkaar. Dat hadden ze waarschijnlijk in Engeland al voorbereid. En daar hadden ze hier dus ook al mensen voor. Dus er was al snel was er dus een noodregering die ook allerlei noodmaatregelen kon nemen. Dus er waren al heel snel landelijk maatregelen genomen. Ja. En dat liep natuurlijk niet zoals lopen moest. Maar dat is altijd zo in zo'n panieksituatie. Dat loopt ook niet zoals lopen. Maar er kwam wel weer regeling. Ik bedoel, mensen gingen ook en weer... jij was gestopt in de derde klas van de MULO. Ja, ik ging wanneer kon jij weer naar school? Nou, vrij snel. Dus jij maakte de MULO af? Ik maakte de MULO af. Maar ja, toen kwam het. Maar ik zat dus in de examenklas. En ik kan hier niet naar school gaan. Nou, dat was een groot probleem, want dan kon ik mensen examen doen. Nou, dan hebben ze dus eigenlijk precies gedaan wat ze dus hier een poos geleden toch ook gedaan hebben. Dan hebben ze dus ook gezegd, nou jongens... Generaal Pardon. Nou, dat hebben we ook gehad. Zo heb jij je MULO-diploma gehad. We kregen een MULO-diploma, een verzwakt MULO-diploma. We hoeven alleen maar mondeling te doen. We hoeven alleen maar mondeling te doen. En wiskunde viel weg. En dan hadden we een bepaalde aantal van, dan moesten we mondeling doen. En wat we nog schriftelijk moesten doen aan talen, hoeven we dus alleen maar van bijvoorbeeld Frans in het Nederlands te vertalen en niet omgekeerd. Dus het makkelijkste moesten we doen. En zo haalde jij je diploma? En zo haalde ik mijn diploma. Hey, en
dan krijgen we de periode dat je werk gaat zoeken en dat we de naoorlogse tijd krijgen. Maar ik denk dat we daar een volgende keer over moeten gaan praten. Ja, want dat was dus, dat liep ook allemaal niet zo snel toen. Ja. De hele werkvoorziening is dus een hele tijd een ontzettend probleem geweest. Ik ben er heel benieuwd naar, maar ik denk dat we dat voor een volgende keer moeten gaan bewaren. Prima. Dankjewel. Al onbekende Nederland, waar menigeen van hield, is door de grote wereldbrand helaas ook deels vernield. De Betuwe, die sprookjestuin, is nu geen sprookje meer. Maar bloeit allicht ze thans in puin, weldra weer als weleer. Eens zal de Betuwe in bloei weer staan, nog mooier en voller dan voorheen. Eens groeit op Walcheren weer goud, heel graan. We zullen herbouwen steen voor steen. De malen weer droog, land dat onder water staat. Traditie zegt dat Nederlands glorie nooit ten onder gaat. Eens zal de Betuwe in bloei weer staan en groeit op Walcheren goud heel graan. Traditie zegt dat de Nederlands glorie nooit ten onder gaat. Eens zal de Betuwe in bloei weer staan en groeit op Walcheren goud heel graan. The barracks by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charm. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Thank you.
we are marching in the mud and cold. And when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlin. It's you, Lily Marlin. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlin. It's you, Lily Marlin. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere bis to shame, please let me explain. By mere bis to shame means you're grand. By mere bis to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Sevender Bar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bis to shame, so kiss me and say you understand. By mere bis to shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By mere bis to shame means that you're grand. By mere bis to shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even Sevenderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Say Bella, Bella, even Sevenderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bis to shame, so kiss me and say that you will understand.